Nou, zoals jullie zien ben ik weer aan het vloggen. In plaats van mijn wekelijkse vlog, wat een beetje mislukt is de afgelopen maanden, wordt het nu een tweewekelijkse vlog. Het is de bedoeling dat er op woensdag een filmpje online komt dat gaat over mijn boeken. Dus over Hij is voor mij, Blindelings, het nieuwe boek waarmee ik bezig ben, recensies, alles wat erbij komt kijken. En op vrijdag zijn het non-books, persoonlijke filmpjes om jullie wat meer te laten zien van mijn leven en wat ik doe naast boeken schrijven, want boeken is wel een groot deel van mijn leven, maar niet het allergrootste deel. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Er werd al echt vanaf een uur of 7:30 getimmerd in de woning boven ons. Cosmo die slaapt er gewoon doorheen. Nou, het is, hij is al wakker, maar hij is erg lui. En denken we zo lekker ons bed uitgaan. En dan gaan we beginnen. Wakker worden, jongen. Hij is wakker worden. Wakker worden. Cosmo. Hey, word eens wakker. We gaan beginnen. Je krijgt eten. Krijg je eten? Jee. Krijg je eten? Dan gaan we lekker uit. Ja. Ja. Zo. Nou, we zijn even lekker buiten aan het lopen. Altijd 3 keer per dag doe ik de grote wandeling. En 1 keer per dag ook maar 10 minuutjes. Dat is echt voordat we gaan slapen. Dat vind ik een beetje eng. En Kos, je mag hier trouwens niks doen. Kom maar. Niet schrikken. Niet schrikken. Dat is oké. Okay. Nou, tijdens het eerste rondje van uitlaten heb ik altijd deze schoenen aan. Omdat ik nu in mijn yoga outfit ben. En niet dat deze schoenen bij yoga horen. Maar het is wel eens makkelijk. Laarsjes, dat past hier niet echt onder. En dan kijk ik niemand maar raar aan. Dus dat hoop ik. Nou, blijkbaar was het getimmerd dus niet boven. Anders staat een waskuip naast de deur. Als je gegil hoort, dan klopt dat, want ik woon nog eens een keertje aan het schoolplein. Joepie, eten. Ik moet nog steeds eten. Kom, ga maar eten. Kijk. Cosmo, eten. Eten. Nee, hier, eten. 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 Lekker happy. Eten. Joehoe. Gisteravond ben ik naar de Ladies Night in Pathé geweest en dat was met de filmbeurt. En natuurlijk heb ik een goodie bag. Niet alles zit er meer in. Ik heb sommige dingen bij mijn moeder achtergelaten. Zoals een heel mooi blad, Delicious. En iets van Robijn. Maar er zit een rode Jills in. Even kijken. Een klein flesje. Ik weet niet wat dit precies is. Spars Lazy Guacamole. Nou, ik lust geen guacamole, maar het lijkt op een soort koekjes. Zoiets. Koekjes. Ook leuk. Ja, er zit zo'n stervorm in. En ik weet niet precies hoe dat werkt. Oh ja, wacht. Dan kun je het zo gebruiken. En dan maak je een sterretje van je eten. Waar ik heel blij mee ben, is deze Smint Clean Breath voor 2 uur. Nou, hij schijnt heel sterk te zijn, maar die wilde ik wel heel graag hebben. En nou, verder. Oh ja. Een soort fetus. Nee. Ik weet niet precies wat ik ermee moet, want ik heb fetus, maar wel leuk. Even kijken. 10 euro te groepen van Zalando. Dat betekent natuurlijk wel dat je eerst iets moet kopen, heb ik geleerd. Weleda Skin Food is voor dry and rough skin. Bla 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 bla. Oké. Okay. Cadeaukaart voor 25 euro voor HelloFresh. Dat wil ik nog een keertje uitproberen. Nou, dat is gewoon een lezen uit. 10 euro korting op een workshop. En dat is
Mexicaans, Indiaans, sushi. Dat lust ik allemaal niet. Leuk. Uitje in Amersfoort. Dat ook niet echt in de buurt. Oh, nou, dat was het eigenlijk al. Maar op zich zat dus ook een heel mooi blad bij. Delicious, echt een kookblad. En er zat dus een robijnvloeibaar iets met color in of zo. Op zich best wel een leuke goodie bag. Ik heb nog een keertje een tour door mijn huis. En ook een tour van de boekenkast. En dan laat ik echt alles zien. Alles van mijn kantoor. Dus mijn, dat ben ik heel groot. Dus dit is mijn kantoor. En ik ben nu bezig met een redactieopdracht. Teksten voor een kapperswebsite. En daar ben ik bijna mee klaar. En morgen ga ik beginnen met een correctieopdracht. Zaterdag komt er ook nog eentje binnen. En wat ik dan vaak tegelijkertijd doe, als het lukt, niet met correctieopdrachten trouwens, is een serie kijken op Netflix. En ik heb net gisteren derde seizoen van Orange is the New Black afgekeken. En ik ga nu beginnen aan het tweede seizoen van Suits. Dus werken, serie, ja, helemaal op top. Geweest. En ik heb dus dit boek binnengekregen. Winter. Oh, dit is echt een waanzinnige serie. Tenminste, ik heb pas één deel gelezen. Ik wilde ze allemaal lezen. En toen kwam het in Nederland ineens niet meer uit. Dat vond ik echt heel lullig. En even kijken, ik heb hier ergens. Zo, wacht even back hoor. Oh, hier heb ik alle andere delen staan. Ik heb Cinder gelezen, dat was in Nederlands. En Scarlet hadden ze wel volgens mij vertaald. Maar die heb ik toen niet gelezen. Dus heb ik in het Engels gekocht. En daarna kwam dus Crash en Ferris. Ik heb allemaal niet gelezen. Maar ik heb ook Cinder trouwens in het Engels gekocht, omdat het anders niet mooi bij elkaar paste. En nu, nou ja, ik moet alles nog doorschrijven. Maar dan kan dus de nieuwste erbij. Zo dus. En ik hoop ook binnenkort dat het vierde deel van Gina Showalter vertaald gaat worden. Want dan kan ik die ook compleet hebben. En ja, er komt nog een keertje wel een boekenkast tour. Ik heb tomaten gemarineerd met tijm, basilicum, knoflook en olijfolie extra virgin. En dit gaat nu zo'n 20 tot 25 minuten de oven in. En kan ik vanavond gebruiken om op mijn schnitzel of varkenshaas te leggen. Die wil ik gratineren. Maar ik gebruik stukjes tomaat ook gewoon lekker op een broodje met kaas. Nou, dat als ik met eten bezig ben, dan gaat Cosmo heel gezellig voor de oven liggen. Vindt hij dus lekker warm, denk ik. Of hij vindt het gewoon gezellig. Hij is hier voor altijd bij in de keuken. En terwijl mijn broodje in de oven staat, lees ik eventjes verder in dit goede boek. Ik heb hem bijna uit. Weinig tijd om te lezen, maar ik probeer elk moment dat het kan eventjes tussendoor te lezen. Dus het boek Charisma van Jean Ryan. En ik heb eerder van haar ook het boek Lef gelezen. Dat vond ik ook erg goed. Ik vond het begin het boek een beetje langdradig, maar nu ik er echt in zit, ja, vind ik het fantastisch. Nou, klaar om te eten. Ik heb hier een taartje van aardappelgratin. Kan zo makkelijk in de oven. Hieronder sperziebonen gemarineerd. Met daarbovenop een stuk varkenshaas. Gegratineerd met kaas. Ik heb gekozen voor geraste kaas. Tomaatjes die ik al eerder had gemarineerd. En uien versnipperd. Nou, ik ben klaar om weg te gaan naar de... Oh, hoi Cosmo. Naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Voor de prijsuitreiking van de Literatuurprijs 2015. En ik neem dit geweldige tasje mee van Storm Publishers. Is die tof of is die tof? Wordt mijn nieuwe favoriete tas. Dus in Den Haag. En Alex. Ja, nee, is een filmpje. Alex is echt heel goed te weg en zo. Maar ja. Ik heb nu geen idee waar we zijn eigenlijk. Oh, ja. Ik ben zo erg benieuwd of we überhaupt nog ooit aankomen. Maar anders gaan we wel ergens anders wijn drinken. En, ja, we waren een beetje blindelings de bus ingestapt. We konden. Nee, hij zag de bus en hij dacht iets van mij. Ja, ik dacht. Dus Alex dacht, we gaan Mel Wallis de Vries even bellen om te feliciteren met de beste Young Adult. Wat is het? The Heaven Award. Heaven Award, whatever. En toen hebben we zeg maar de halte gemist waar we uit moesten stappen. Dus nu lopen we ergens en ik heb geen idee waar. We hebben 5 minuten gebeld en we hoefden maar 2 minuten in de bus. Eindelijk aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Na ongeveer een half uur omgelopen te zijn omdat we de weg niet helemaal wisten. Maar we zijn er. Duidelijk aanwezig in de nacht. De ECI Literatuurprijs 2015 gaat naar het hout van Jeroen. Ja,
ik ben weer terug van de Koninklijke Schouwburg. En de treinreis ging niet echt heel erg vlot. En de busreis ook niet. En op Facebook zag Alex dat Mel Wallis de Vries de Heaven Award had gewonnen voor beste young adult van het jaar. En hij besloot haar eventjes te bellen. En dat was heel erg gezellig. We hebben haar 5 minuten aan de telefoon gehad. En toen vergaten ze dus uit te stappen bij de juiste halte. Toen we uitgestapt waren, wisten we niet meer waar we waren. Ja, dat is. En Alex zei de hele tijd van nee, we moeten die kant op. Dus ik ben hem gewoon achterna gelopen. En ik dacht van nou, daar vertrouw ik wel op. Hij kent Den Haag vast wel. En na 20 minuten ongeveer kregen we door dat we niet echt op de goede weg zaten. En toen hebben we nog een keer heel ver gelopen. En toen bleek dus dat zeg maar hier is de bushalte. En hier was de Koninklijke Schouwburg. Dus hebben we echt na nou, 1.5 uur voor niks gelopen. Maar dik 3 kwartier later kwamen we dus aan. En ja, nou, dat was op zich best wel leuk om iedereen weer te zien. De uitreiking zelf en de interviews ja, vond ik een beetje saai. Maar ik heb dan ook niet zo heel veel met literatuur. Maar ik heb me wel rot gelachen. En het was echt voor de rest een hele leuke avond. Een soort ja, mini-reunietje. En ja, dus dit was mijn eerste persoonlijke vlog. En elke vrijdag, woensdag komt er een boekvlog online. En elke vrijdag een non-boekvlog. Ja. Ik ben een beetje moe, dus ik ga nu ermee stoppen. Doei!